en ik vlog over beauty voor Franska.nl. Ik heb vandaag een heel leuk filmpje gezien van Nikki Tutorial. Zij maakt sowieso heel leuke filmpjes. En deze gaat over het shapen van je neus. Nou, niks mis met mijn neus, maar ik hoor van iedereen dat ik een reusachtige neus heb. Dus het shapen met een vork, dat lijkt mij wel op mijn lijf geschreven. Dus ik ga je dat vandaag laten zien. Hoe shape ik mijn neus met een vork? En ik laat het jullie zien. Wat heb je nodig? Een vork, een kwastenset en natuurlijk een shapeset heb ik hier van Slik. Het belangrijkste is dat je je vork goed op je neus. Ik kijk wel even in de spiegel. Want leg je de vork scheef, dan krijg je vanzelf een scheve neus. Ik probeer mijn kin maar even als meetpunt te hebben. En dan is het grap dat je met de donkere kleur van je shapeset de twee uiteinden kwast. Die vork is bijna breder dan mijn neus. Ja. Nou, dan zie je als het goed is twee strepen. En dan daarna leg je de vork weer. En dan even kijken zo. Met een highlighter ga je op je middelste. Ik heb natuurlijk de meest glimmende neus van Nederland. Dus daarna probeer ik het heel zachtjes een beetje te blenden. Dan hoop ik dat dat wel wat beter wordt. Nou, en zie, dit is het eindresultaat. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.